Goedenavond iedereen en welkom op deze laatste persconferentie van 2015. Een zo goed als uitverkocht regenboogstadion en dat betekent 9170 enthousiaste toeschouwers. Yves, goedenavond. De wedstrijd ging goed op en neer, maar het was wel te Waregem dat scoorde. En KV Oostende vond geen draadje meer in de defensie van Waregem. Graag uw commentaar op de wedstrijd. Dat is eigenlijk al voldoende. Hey, goed, ik denk dat we een hele mooie wedstrijd gezien hebben. Ieder op zijn eigen manier, Oostende op zijn manier, dus ook Waregem op zijn manier. Ik denk dat we beide ploegen respect tonen tegenover elkaar. En de kansen waren er ook langs beide kanten. Ik denk dat wij misschien beter waren de eerste helft en vooral efficiëntie gemist hebben. En dan konden we aan de rust misschien wel een voorkomen of misschien met een voorsprong aan de rust ons gespeeld hebben. Maar ja, ik had dan toch wel de hoop dat we nog geen kans creëren, maar tweede helft was wel iets minder. En dan komt zo te waar en ik denk dat hij heel goed in de tang zat bij onze verdedigers. En dan kopt hij dan toch één bal door. En dan is het bingo, dan is het 1-0. En dan weet je dat het heel moeilijk was om de spelers dat we nog willen geven. En dat is een beetje spijtig dat we zo niet weer in moeten. Maar een verlies moet niet altijd negatief zijn. Ik denk dat mijn spelers zwaar ontgoocheld zijn, zwaar gefrustreerd, de manier waarop. En daar doet niks af van de prestatie van te Waregem. Maar er zijn toch wel een aantal beslissingen geweest die zeker in ons nadeel waren. En ik wil daar niet te veel mee over uitweiden. Ik denk dat ze morgen wel genoeg geanalyseerd worden. En een trainer heeft op dat vlak nooit gelijk. Want en dat is inderdaad wel waar. Je hebt geen gelijk, want een arbiter fluit en jij kunt er niets aan veranderen. Dan probeer je dat toch een keer mee te geven. Maar ja, het is toch wel duidelijk geweest vandaag onder een speler die scoort al lang van het goud moest geweest zijn. En dat is spijtig dat dat van deze details inderdaad wel bepalend zijn. Dat is een beetje spijtig. Maar in ieder geval, toch officieel dan is het geworden. Met wat gedachte punten doet KV Oostende het wel uitstekend dit jaar? Ja, dat weten we al. Hè. We zijn al lang goed bezig. En we zijn niet van plan om ook slechter te gaan spelen volgend jaar. Ik denk dat ik de reactie gezien heb van de spelers dat we na nieuwjaar toch alweer eindelijk is het raar om te zeggen, maar ik ben al bezig met die match van Waasland-Beveren en die gaan dat moeten bekopen. Dus wij waren tevreden dan met de gang van het spel, dan uiteindelijk met een 0-0. Maar niet met een verlies natuurlijk. Morgen gaan we die proberen zo snel mogelijk achter ons te laten. Bedankt voor uw commentaar. Prettige feesten en succes in 2016. Frankie, goedenavond. Gefeliciteerd met de overwinning. De bal wilde er eerst niet in. Een paar grote kansen, dan de bal op de paal. Maar dan met de van Steve Ridder bleek meteen de winning en 3 gouden punten. Graag uw analyse van de wedstrijd. Ja, ik ben akkoord met de analyse van de coach. We zijn goed begonnen. Ik denk dat er ook een fase was van een hensbal. Dat we misschien ook een strafschop kunnen krijgen. Maar dan heeft Oostende met zijn voetballend vermogen de wedstrijden beetje per beetje in handen genomen. En we zijn een paar keer goed weggekomen, vooral in omschakelingsmomenten. Maar dat we ruimte weghalen, eigenlijk onbegrijpelijk dat wij stil in de fase versieren en dat we eigenlijk kansen weggeven. En we zijn inderdaad een paar keer aan de achterstand ontsnapt. Ik was niet tevreden, los van deze momenten, over de eerste helft. Dat we veel te ver van onze man speelden. We lieten Oostende vrij en frank voetballen waar we ze konden. En we mochten ons tevreden prijzen dat het 0-0 was. Aan de rust heb ik mij kwaad gemaakt, omdat dit voor ons een heel belangrijke match was. Oostende is een goede ploeg. En ik denk met die andere 3 ploegen staan ze terecht in die 4 eerste. Wij staan ook al heel lang in die top 6 en de laatste weken zijn er een paar ploegen die aan het bougeren zijn in onze rug. Lokeren, enfin, noem maar op, de andere Shadder was, Genk staan daar, noem maar op, Mechelen gisteren. En dit was voor ons een key game. En ik vind dat we een hele goede, mooie tweede helft gespeeld hebben. De kansen, de points, ik denk ook op die stillende fase Godot. Maar we scoren en ik zag mijn ploeg ook wel wat groeien. En dan tonen we dat we toch veel meer kunnen dan bijvoorbeeld die altijd maar zoeken naar die balans. Die jongens die vandaag weer matches spelen. Ik vind dat die groep dat verdient. Ik ben vooral heel tevreden voor mijn team. Want het is het hele seizoen geweest met veel vallen en opstaan. Het is altijd maar
ja, incasseren. Ik, sommige beslissingen kan ik begrijpen, maar we hebben het ook al tegengekomen, denk aan de laatste seconde in Gent, waar het altijd een zwalbe is van Kums en dat hij eigenlijk een hele kaart moet brengen. Soms moet het stoppen en als het in uw nadeel is, is dat vervelend. Als het in uw voordeel is, dan ja, dat prijs u lukken. 2015 afsluiten met een overwinning en 33 punten. Nu even de riemen los en dan de batterijen ophalen voor nog 9 belangrijke wedstrijden. De eerste is van kapitaal. Ja, maar het zouden nog 9 moeilijke matchen zijn. Maar als ik de vergelijking maak met vorig jaar, denk ik dat we vorig jaar een punt of 25 hadden. Ik weet het niet meer juist, we hebben nu 33. Dus op dat vlak heeft die groep echt meegeweest in het verhaal dat we willen gaan. We zijn aan het bouwen, we zijn aan het verbouwen. 2015 was voor ons een heel hard jaar. En we moeten ervoor gaan. We staan goed. We hebben uiteindelijk een voorsprong op die zevende. We hebben nog een mooi programma thuis. We hebben nog een mooi programma uit. Dus het ligt nog allemaal open. Als 2/3 van de competitie gespeeld zijn, is niks vast. Is niks voor niemand, behalve misschien voor die 4 anderen. Maar oké, we moeten niet kijken naar die ploegen. Ik wil vandaag gerust tekenen om de beste op de rest te zijn. Bedankt voor uw commentaar. Ook met je feesten en succes in 2016.